dagen gevraagd van, hey Vakka, je bent weer gedist, er is een district naar je gedropt en ga je terugreageren. Yes, een hele goedemorgen jongens en welkom bij een nieuwe vlog. En zoals jullie zien sta ik al op een metro / treinstation en ik ben beland en ik weet niet of het bestaat. In ieder geval staat er niet. Oh, sorry. In ieder geval, ik ben beland in Duivendrecht. En ik ben aan het wachten op de Uber. Ik heb een Ubertje besteld, want ik moet naar Endemol toe. Hij is niet heel groot, maar ik heb daar dus een FIFA toernooi met Fox Sports. Hartstikke veel zin in, maar ik ga weer even naar binnen. Oh. In ieder geval jongens, ik ben dus aan het wachten op de Uber en dan ga ik richting Endemol toe. Ik moet iets opnemen voor Fox Sports. Er is een soort van e-toernooi bezig of e-sports. Het heeft in ieder geval iets daarmee te maken. FIFA spelen, dat is altijd leuk en daar moeten we naartoe. Nesim is al in de ochtend geweest, ik moet nu. Jammer dat ze ons niet tegelijk hebben ingepland, want dan hadden we veel meer tijd over om andere dingen te doen. Maar ja, ik zie Nesim straks ook weer, want we gaan op de studio in. Maar nu even eerst leg ik richting Fox Sports, man. Ik zeg let's go. Nou, aangekomen bij Endemol, als het goed is. Dit moet Endemol zijn. Ziet er al dankbaar uit, man. Hier zijn veel dingen bedacht, veel dingen gemaakt en zo. Je bent heel benieuwd, jongens. Trouwens, sorry voor de wind. Fokkie veel wind hier. Maar in ieder geval, ja man, ik ben hier. En waarschijnlijk als ik binnenkom moet ik stoppen met filmen. Dus ik ga nu al vanzelf stoppen. Lekker, man. Yes, jongens. Ik ben ondertussen bij Endemol. En we gaan zo meteen FIFA spelen, hè? Gaan we doen? Ja, man. En ik hoor dat je hard bent. Ja, man, bro. Ik heb gewoon net even pakjes gehad. Net zo'n pakjes gehad, ja. Ik weet nog niet tegen wie je gaat spelen, maar... Voor iedereen mag komen, nummer 1, nummer 2. Het zal maar een e-sporter zijn ofzo. E-sporter, geen probleem man, pak ze allemaal aan. Ik ben benieuwd. Je mag jezelf echt gaan laten zien, man. Ja, toch, ben benieuwd, man. Kijk hier jongens trouwens, oh, dit goede tijden, slechte tijden. Slechte, gekke zit. Wat doen ze hier? Doen ze hier... Je wordt heel veel opgenomen. Ja? Ja, heel veel. Het is Endemol. Keihard. Goeiedag. Hi. Oké, hey bro. Ik heb het nog niet gefilmd, maar we zijn al door 30.000 gangen. Hoe groot? Het is fucking groot, man. Ja, we zijn er fucking veel gangen al ingelopen, man. We zijn nu eindelijk hier gekomen in je studio. Ja? En dan moeten we even naar boven voor je visagie natuurlijk. Oké. Kan ik even checken of... Nee, zijn... Oh, ze zijn bezig. Oh. Hier is de regie en zo. Zo, ziet er wel dik uit, man. Ja, kijk, dit is zeg maar wat nu gaande is ook. Zie je? Dat is zeg maar nu gaande. Oh, shit. En het is van Fox Sports. Samenwerking. Samenwerking. Gewoon maar het wordt ook uitgevoerd. Oh shit, kan ik ook een abonnementje krijgen voor een jaar of zo hier? Ik weet niet, man, moet je niet bij mij gaan. We zijn nu in de studio. Dat is de vlogging natuurlijk, hè? De vlogging van Kaan Bas. Hey, lekker. Ik moest als tegen jou. Duitse Kroes in onze make-up. Ja. Dat is altijd wat joh. Kooitje van Frederik. Gooit wel kooitjes eruit, pak een roep. Je bent hè? Hey. Duimpje omhoog gedaan. Abonneer even op QC. Vergeet niet het belletje in te drukken. Ik ga hem kapot maken. Jij gaat Bas kapot maken, maar je moet tegen mij spelen. Ja? Mag ook man bro, jou maak ik ook helemaal dood. Sebos, wie speelt tegen Q? Ja. Oh. Dus ook inderdaad door. Ja? Mag ik niet spelen? Ja, dat namelijk door. Ja, dat is zeker. Yo, daar ben ik mee. Kijk, gesprek met hem. Nou, dan gaan we volgens mij naar vragen. Nou, eerste gedeelte achter de rug. Nu pak slaag even aan Bas. Ja, ben je ready? Sowieso. Zeker weten? Ja. Fun game. Beweeg een keer. Net zo'n verkeerd om. Het is allemaal spanning en sensatie. Kijk, is het anders dan een potje FIFA gewoon thuis spelen. Wat deze stoel me nog houdt, joh. Ja, maar ik vertwijfel ook nog elke keer. Ja, hè? Heb jij een hoe heet het gestuurd? Maar ja, jongens, net klaar met FIFA spelen. Ja, de uitslag zien jullie vanzelf wel wanneer de aflevering online komt. Volgens mij iets over 3 weken. En nu ben ik met een e-sporter in de auto, man. Sap, man, bro. Ja, man. Dat team PSV, hè? Ja, PSV, hè. Ja, man. Zeker. Dat is gewoon e-sporten, man. Je moet gewoon denken dat gewoon e-sport, dat gewoon FIFA spelen je baan is. Dat is wel gek, man. Maar het is ook wel stress, denk ik, soms. Zeker veel stress. Vooral in het weekend. Het weekend, ik had het net over. Ja. Dan stress je wel veel. Ja, ook op toernooien en wedstrijddagen. Dan komt heel veel druk bij kijken, man. Ja, precies. Dat is wel zo, man. Maar in ieder geval, ja, hij moest ook richting Almere. Ik kon lekker met hem meerijden, dus dat is fijn. En een beetje over FIFA praten, een beetje over YouTube praten. Dus we vinden ons weg wel. Lekker, man. Nou, eventjes kijken wie er bij spek is. Wow, dit is aan het verbouwen ofzo. Amin! Frasie. Ja, zo. Zijn we bezig met een nieuwe hit? Jazeker. En iets wat mensen nooit zouden verwachten. Nee, dan gaan we iets laten horen of dat helemaal niet. Nou, misschien heel klein stukje. Voor nu nog niet, Laten we het daarop houden. Oké, misschien over een paar minuten. Ja. Ik weet wat de fuck hier aan het doen zijn, maar kunnen we wel even. Zo, boos.
Yes jongens, en welkom alweer bij de volgende dag. Ik trek de vlog even door. Gisteren waren we alleen nog maar bezig in de studio. We hebben wel echt een keiharde track gemaakt. Ik weet nog niet of ik wanneer ik hem laat horen. Ik weet ook nog niet wanneer die uit gaat komen. Maar is denk ik wel een van mijn lievelings. Dus die gaat binnenkort uitkomen. En ik ben nu alweer onderweg naar de volgende opnames. Ik kwam 8 uur 's ochtends thuis, een paar uurtjes geslapen. En nu is het alweer move, man. En ik zit hier trouwens ook met een strijder. Die een shout-out. Die wou een shout-out, toch? Ja, shout-out naar B.Bal 13. Lekker wat. Onderstreepje 018. Lekker, je gooit gewoon. Maar ja, je gooit gewoon de hele Insta daar zo. Ja. Lekker, man. Nou, maar voor de dames, jammer. Nee, dank je. Hey, Diwa Poku, is niet normaal, hè? Oh. Ah, ja, ik kan ze niet meer laten horen, man. Jongens, in ieder geval zit in de auto met Jamico. Kijk, Jens in de back. Lekker, man. En hij gaf me net een stapel met geld. Kijk hier jongens. Blow een hele enge stack. Blow een hele enge stack. Oh, damn, mijn eigen munt wou ik zeggen, maar. Shout-out naar Pelle moet je zeggen. Shout-out naar Pelle? Zij heeft het gemaakt. Oh shit, shout-out naar Pelle, man. Keihard, man. Mijn eigen money. Oh, damn. Keihard. Nes, wat is nou aan de hand hier? Wij zijn aan het werk, man. Super gaande aan het werk. Oh, we gaan niet te veel verklappen. Nee, maar het wordt wel leuk. Wordt leuk. Chappings. Chappings. Hoe is het met je broer? Hey, gaat goed. Hey, trouwens, die track gisteren. Ik heb vanochtend in de snap gezet. Ik was helemaal echt moe. En toen zei ik van, ik ben vrolijk wakker geworden. Ja. Because we made een fucking goede track. Ja, man. Dus, je durft het nog geen hit te noemen, hè? Nee, het is moeilijk. Maar het blijft wel in mijn hoofd hangen. Ja, dus, maar dus, ik denk wel een van de beste tracks die we hebben gemaakt. Ja, 100%. Echt gewoon op een muzikaal level. Niet zeg maar een gimmick of een ding, gewoon muziek. Ja, muziek. Love it. Ja, man. Nou jongens, net opnames achter de rug. Lekker, man. Zo, het was Schiedam en Zwijndrecht. Super supergezellig. Ik kon er natuurlijk allemaal niet filmen, want het is voor supergaande de episode. Het was Schiedam en Zwijndrecht. En Tim, Jan en Zwijndrecht. En zo naar Younes. Lekker man. En zo Izzy, sowieso. En zo Mahmoud. En zo Ibrahim. Hey, jammer. En zo naar alle Dayelaat klaar. Ja toch? Nee. Oh, je hoeft niet veel. Dat maakt niet uit. Voor je dochter. Oh, kijk, hoor, wat we doen, hebben we hier. Hello, Kitty Ketting. Keihard, man, strijden. Love, man. Love. Volg Espada. Espada mode op Instagram. Voor leuke kleding. Of voor de vrouw. Ja, Nessim's vrouw. Heavy, man. Oh, ik ben ondertussen thuis. Hallo, moppie. Kijk, kan je indoten met de Kimmy McKinney foto? Oké, okay. Ik moet het weer even ontratelen. Je bent naar de dokter geweest? Ik heb een prikje gehaald. Heb je een prikje gehaald? Ja. En hoe ging dat dan? Want ik was een grote meid, hè. Was je een grote meid? Ja. Laat me eens ik even. Ik heb taarten gehaald. Oh, nee, wat mooi. Maar was het leuk? Ja. Maar heb je ook een pleister gekregen dan? Ik had die. Laat me zien dan. Ja, kijk. Ja, kijk, hoe kan ik zo kijken? Ik moet kijken. Oh. Mooi. K3 sticker. Ja. Oh, wat ben jij een grote meid? Ja, ik heb prikje gehaald. Ja. Ja. Heb je verder niet gehaald? Even mama aankijken. Heel eventjes, maar niet eens door die prik, maar gewoon daarna. Ja, weet omdat je geïrriteerd maar was. En wat ben je nu aan het doen? Aan Pokémon kijken. Ben je Pokémon aan het kijken? Leuk hoor. Pikachu. Ja, die heet dat. Papa, kus. K3, hè? Mm. Oh shit, jongens. Goeienacht. Ik ben net wakker. Ik ben thuisgekomen helemaal kapot natuurlijk. Omdat ik tot in de ochtend in de studio eigenlijk ben geweest. Van de studio gingen we even een paar uurtjes slapen. En daarna gelijk weer door. En toen ik thuis kwam, heb ik eventjes op de bank gezeten. En daarna gelijk in slaap gevallen. En nu zit ik een beetje achter mijn telefoon. Of ja, ik weet niet of je achter je telefoon zit. Dat is dan raar eigenlijk. Achter de computer en achter de, het maakt er helemaal niet uit, gewoon ik zit op mijn telefoon en ik zit achter de computer en ik ga gelijk even een statement met jullie maken, want veel mensen hebben me de afgelopen dagen gevraagd van hey Vakka, je bent weer gedist, er is een diss-track naar je gedropt en ga je terug reageren en ik wil gelijk een statement met jullie maken en gelijk duidelijk maken, ik maak geen diss-tracks meer, ik ben op dit moment zo lekker positief bezig, met mooie dingen bezig en ik heb helemaal geen zin om diss-tracks terug te maken. En dan vooral voor degene van wie ik het heb gezien, denk ik al van ja.
moet ik hier nou echt op gaan reageren? En ook als je het hoort, en ik ga de naam niet eens zeggen, ik ga het niet eens promoten, maar ik ga niet reageren op de diss-track. Ja, ik heb natuurlijk een battle verleden, ik heb natuurlijk een verleden met een diss-track die heel hard is aangekomen. Maar moet ik wel eerlijk zeggen dat ik nog steeds achter die diss-track sta. Alleen weet ik niet als ik op het moment hoe ik op dit moment in mijn leven ben, of ik er dan ook aandacht aan had gegeven, net als dat ik toen de aandacht aan heb gegeven, snap je? Op dat moment reageerde ik, ja, in die tijd reageerde ik eigenlijk wel op alles, want iedereen die op mij reageerde, daar reageerde ik terug op. En ik ben nu gewoon lekker met zoveel positieve dingen bezig. En ik laat die negatieve energie niet meer in mijn leven komen. Dus erop reageren, hè? Het is alleen maar leuk, dat is weer sensatie. Maar het heeft allemaal geen zin. En ja, kijk, ik weet eerlijk gezegd niet, als een grote rapper of iets op mij zou dissen, dan gaat het misschien toch wel kriebelen. En zou ik me niet aan deze woorden kunnen houden. Maar op dit moment in mijn leven ben ik mezelf aan het onderscheiden van dat soort mensen. En ik bedoel niet dat ik beter dan andere mensen ben. Iedereen is hetzelfde. Maar als je kijkt naar de grootste YouTubers, de grootste entertainers, die houden zich niet bezig met al die ja, nonsens. Ik bedoel, je hebt heel vaak in YouTube wereld, hè, beef hier, beef daar, en iedereen gaat maar reageren op een bepaalde situatie. Maar als je gewoon kijkt naar de grote kanalen, naar Stuk TV, naar Enzo Knol en zo, natuurlijk, dat soort mensen hebben ook wel eens woordenwisselingen, maar ze gaan niet mee met de hype, snap je? En ik heb geen zin meer om mee in die hype te gaan. En ik wil ook niet zeggen dat ik de grootste YouTuber ben, omdat ik een grote YouTuber ben. Ik mag wel zeggen dat het kanaal aardig groot aan het worden is, maar wij willen onszelf in het rijtje straks zien met Stuk TV, met een Enzo en dat soort dingen. Daar zijn we nu hard aan het bikkelen voor. En ik ga me niet meer bezighouden met elke hype, want dat is ook het probleem wat elke YouTuber en entertainer op dit moment doet. Heel veel YouTubers die pakken veel views omdat ze meegaan in een hype. Dus er gebeurt iets en ze gaan mee in de hype. En dan gebeurt er weer de volgende keer iets anders, gaan ze mee in die hype. Maar zo blijf je alleen maar de persoon van de hype. Dan creëer ik liever gewoon goede content wat vanzelf een hype wordt. Net zoals accepteerde punchline of ik noem maar op. Zo geloof ik erin dat je voort blijft bestaan. Net zoals dat een Stuk TV voort blijft bestaan. Zo een Enzo en noem maar op, snap je. En dat is het rijtje waar ik mezelf thuis in wil zien. En niet met al die beef hier, beef daar. En begrijp me niet verkeerd, er zijn ook hele grote YouTubers die ook wel soms mengen in situaties en zo. Dus ik moet er niet zeggen dat mensen die er wel mee mengen niet groot zijn. Dat bedoel ik ook niet te zeggen. Dus weet er, ik haal alvast de woorden uit jullie mond. Maar ik wil me in ieder geval daar niet meer mee bezighouden. Kijk, wat Boef laatst had, dat is weer een heel andere situatie, weet je. Dat is echt gewoon persoon naar persoon gericht. Naar mij zeggen, had Boef er niet eens op moeten reageren. Maar hey, hij heeft het mooi opgelost. We kunnen niks anders daarvan maken. Maar Boef heeft dat ook niet nodig. En weet je, en 9 van de 10 keer reageert hij ook niet meer op dingen, weet je. En dat is gewoon een fase in je leven waar je overheen moet zetten. En vooral als je van een rap verleden afkomt. Want je komt van een verleden af van snel geïrriteerd raken of ja, geïrriteerd. Je voelt je snel aangetrokken tot als iemand naar je uitdaagt om daar iets over te zeggen. Dat zit nou eenmaal in ons. Maar ik denk juist wanneer je niet ermee bezighoudt, dat je, ja, verder komt dan ooit, zeg maar. Dat wil ik even een duidelijke statement aan jullie maken. Ik ga niet reageren op de diss-track. Ik ga ook niet, maakt niet uit wie me nu gaat dissen. Ik ga er niet op reageren. Mocht het een hele grote artiest zijn, een gevestigde naam, dan gaan we eventjes rambelen. Dan zal ik wel terug dissen, denk ik. En misschien laat ik het dan ook zitten. Ik weet het niet, maar op dit moment ben ik gewoon met zulke positieve vibes bezig, dat ik helemaal geen tijd heb voor deze bullshit. En ik maakte een video, we maken grappen erin. En uiteindelijk willen mensen daar gewoon profijt op halen door het te dissen of zo. En hopen dat het dan, ja, hetzelfde van omhoog gaat. Ik weet niet wat er precies de reden achter is, maar het sloeg in ieder geval nergens op. Dat was het enige wat ik wou zeggen, jongens. Ik ga nu eventjes nog een paar dingen achter de computer afmaken. Ik ga deze vlog editen. Ga ik nog even een paar uurtjes slapen, want morgen is de grote dag. Ik zei het al wat en de meeste mensen weten wat er is gebeurd. En ik kan niet wachten, man. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende vlog of de volgende video. Ik hou van jullie. Later.